Mijn naam is Guus Mollet, ik ben roeier in de Holland 4. Mick Makker, ik zit in Holland 8. We zijn onderdeel van de Olympische roeiploeg. En in deze video vertellen we wat voor rol Kiwa speelt bij onze voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. Mijn roeicarrière is 12 jaar geleden begonnen. Ik zat bij het Amsterdam Studentenkoor. Ik wilde meer gaan sporten. Dat is erg uit de hand gelopen. Nu sta ik hier. Vorig jaar hebben we de 8 gekwalificeerd voor de Spelen. We waren allemaal nog niet zeker van onze plek. Dus die hebben we moeten verdedigen in december tijdens de selecties. Dat is gelukt. Dus nu op naar Parijs. Ja, we hebben natuurlijk als doel een gouden medaille halen. En daarbij ook de weg er naartoe. Heel veel plezier beleven met z'n allen. En mooie avonturen beleven. De druk richting de Spelen is natuurlijk enorm. Hoe ik daarmee omga persoonlijk is dat ik het in mijn voordeel probeer te gebruiken. Spanning die ik voel, daarin ervaar ik dat ik iets belangrijks aan het doen ben. Dat geeft me een gevoel dat ik iets doe wat er te doet. Dat is fijn. En in de tweede plaats helpt het me ook om het maximale uit mezelf te halen. Dus ik probeer die druk vooral in mijn voordeel te gebruiken. Een typische trainingsdag begint voor mij met vroeg uit de veren en dan hier naar de bosbaan of richting de Amstel voor een eerste lange training. En als ik nog niet op de bosbaan ben, dan fiets ik naar de bosbaan voor een tweede en een derde training. En dan weer richting huis om te herstellen voor de volgende dag. We hebben hier twee topsportchefs die eigenlijk de hele dag bezig zijn voor ons om alle energie die wij verbruiken weer aan te vullen. Dat is echt een dagtaak. We hebben ook een diëtiste die ons dieet in de gaten houdt. En dat gebeurt allemaal in overleg met fysiologen die kijken naar wat voor trainingsarbeid we aankunnen. En dat moet dan weer gekoppeld worden aan dieet. En zo zijn ze ook nu al aan het schakelen met het hotel in Parijs. Hoe we daar voorzien worden van eten. En al die partijen die zijn daar nu al mee in de weer om dat in orde te brengen voor ons. Kiwa speelt voor ons een grote rol richting de Olympische Spelen van Parijs. Dan kan je denken aan alle faciliteiten die we hier op het trainingscentrum hebben. Maar bijvoorbeeld ook ons materiaal waar we mee roeien. Denk aan boten, riemen. Maar ook meer innovatieve zaken. Zoals materiaal waarmee wij onze druk en versnellingen in de boot kunnen meten. Ik ben behoorlijk wat uitdagingen tegengekomen. Mijn roeicarrière duurt 12 jaar. Ik ben een periode overtraind geweest. Toen heb ik even in mijn eentje moeten rooien en weer terug moeten komen. Weer in het keurslijf van een roeier komen is best lastig. Want het is behoorlijk gedisciplineerd werk. Dus dat was een behoorlijke uitdaging. En in januari dit jaar ben ik nog van mijn fiets gevallen en heb ik mijn sleutelbeen gebroken. Dat heeft 6 weken herstel gekost en een ingrijpende operatie. Daarbij ben ik enorm geholpen door de technische staf en alle ondersteuning die wij hier hebben en ons kunnen permitteren. En ondertussen zit ik weer in de boot, dus het is weer back on track. Technologie en innovatie speelt voor ons een belangrijke rol. Wij trainen heel veel met horloges om onze hartslagzones te zien. Zodat we weten of we goed zitten qua onze intensiteit voor de trainingen. Maar ook voor in de boot. Snelheden, drukcurven. Het is allemaal belangrijk voor het grote doel. En over de hele breedte is de sfeer in het team gewoon heel goed. De dames en de mannenploeg zijn samengevoegd. Kiwa sponsort beide sinds dit jaar ook. En dat is gewoon ontzettend leuk. De dynamiek met de vrouwen en de mannen samen op kamp, 3 weken weg. Voelt echt als een soort schoolreisje soms. Dus dat is echt heel goed in orde. Ja, voor mij betekent het enorm veel om voor Nederland op de Olympische Spelen uit te komen. Het is voor mij een enorme eer en ook een droom die uitkomt. Wat het voor mij betekent om in Parijs te mogen uitkomen, is eigenlijk de kroon op mijn roeicarrière. Ik ben nog nooit naar de Olympische Spelen geweest, maar ik roei al 12 jaar. Dus het is een droom die uitkomt. Überhaupt al het moment dat ik werd geselecteerd voor de nationale roeiploeg, was natuurlijk al een hele eer dat je voor Nederland uit mag komen. En nu wordt dat echt ultiem beloond in Parijs op de Olympische Spelen en hopelijk dus ook op het podium.